Louis is 62 en Alzheimer-patiënt. Donderdagavond was hij plots verdwenen uit zijn ziekenhuiskamer Jan Palfijn in Gent. Groot alarm, er komt een speuractie, de hele buurt en het ziekenhuis zijn uitgekampt, maar geen spoor van de bejaarde man. Tot gisteravond de verpleegster een vreemd geluid hoort achter een gesloten deur in de kelder van het ziekenhuis. Tussen oude computers, toiletten en de verwarmingsketel. Dus hier is die man gevonden. Dus wij vermoeden dat die man via de brandtrappen hier binnen gewandeld is. En dan na de werkuren worden die deuren afgesloten, doet de technische dienst zijn ronde. En zal die man hier, gezien dat hij toch verwacht is, niet meer die andere deur hebben kunnen openmaken. En die deur was natuurlijk op slot. De man weet niks meer van de afgelopen 3 dagen. Hij was niet gewond, maar wel uitgedroogd, want hij heeft niks gegeten en gedronken. 3 dagen op doel zonder waarschijnlijk enig water te drinken. Gezien de temperaturen hier toch wel vrij hoog zijn, gezien het mooie weer, was 1 dag langer misschien toch wel fataal geweest. Tijdens de zoektocht is er ook in de kelders gekeken, maar toen was hij er niet. Het ziekenhuis vermoedt dat hij eerst wat rondholde op alle afdelingen, tot hij zaterdag plots opgesloten raakte in de kelder. We vermoeden dat hij toch waarschijnlijk binnen het terrein gebleven is en verder is gegaan van afdeling naar afdeling. Een man in pyjama op de afdeling, dat komt natuurlijk niet zo eigenaardig over. Voor alle en vooral zijn eigen veiligheid verblijft Louis nu op een gesloten afdeling om te vermijden dat hij nog eens gaat lopen.